paal naar beneden. Nou, Lars Koppelaar, Lars uit Haringsveld, ook 24 uur op de paal. En dan varen we door naar paal nummer 8. Daar vinden we Bert van Deurs uit Wallershaaf. We hebben een warm applaus. Jongens, willen jullie even aan de kant gaan hier met Sammen? We varen hier ook. Daar komt ie jongens, Bert van Deursen. En daar komt Evelien Kampen van het kant bij. En nog een held, Wilco de Vries uit Brandwijk. Geef hem een warm applaus. Lekker tussenin zitten. En dan paal nummer 4. Hij ging een paar keer naar het toilet. Maar dat was de pret niet druk. Een fantastische prestatie van Otto Meerkerk. Doe voorzichtig op. De laatste meters zijn het moeilijkst. Oké, ook Otto zit in de boot. En dan komen we aan bij paal nummer 3. Ook zo'n kanjer hier uit Brandwijk, Ilse Vonk! Voorzichtig, Ilse. Is ook in de boot. En dan gaan we door naar paal nummer 2. Hij komt op Molenaars af. Geef hem een warm applaus, Arjan Webbers. Kijk, dat gaat nog heel soepel bij Arjan. En we gaan snel door. Hij ging als laatste op de paal, omdat er iemand afviel en Henry die kwam uit het publiek en die zei ik ga die plaats invullen. Geef hem een fantastisch applaus, Henry de Ruiter! En dan komen we om kwart over 8 gaan we hier de huldiging. Je ziet wat 24 uur paal zitten met je doet. Lopen de eerste meters. Het valt niet mee.
Het is 25 jaar geleden, maar deze editie zit erop. We hebben een geweldig feest gehad met elkaar. 24 uur lang, fantastisch. Het weer zat volledig mee. En jullie als supporters, inwoners van onze dorpen, maar ook van daarbuiten. Jullie hebben het met ons geflikt om een geweldig kampioenschap neer te zetten. Allereerst een geweldig applaus voor onze paalzitters voor hun prestatie. Maar zeker zo'n groot applaus voor alle publieke partijen die hier geweest zijn. Alle mensen. We hebben gigantisch veel premies opgehaald. Het overtrof alle verwachtingen. We hadden 500 papiertjes gemaakt. We kwamen eraan tekort. Een geweldig applaus voor iedereen die gedoneerd heeft. Dit evenement, dat valt of staat ook met hulp van allerlei instanties. We hebben de medewerking gekregen van de gemeente, van het waterschap. We hebben gigantisch veel sponsors die ons evenement hebben omarmd. We hebben denk ik meer dan 120 vrijwilligers die 24 uur, maar ook daarvoor hebben klaargestaan. Nou, gewoon een geweldige applaus, want zonder jullie had het absoluut niet gelukt. Nou, dan wil ik nu graag overgaan tot de uiteindelijke prijsuitreiking. En daar is wethouder Fatih Jeusder van de gemeente Molenwaard voor aanwezig. En ik wil jou graag het woord geven, Fatih. Dankjewel, Wilco. Dames en heren, het is een geweldig evenement. En met een mooie afsluiting van paalzitters die 24 uur een prestatie hebben geleverd. Dat is echt geweldig. Maar ik wil toch de mensen die vandaag en gisteren ook in roze hebben rondgelopen en daarvoor ook nog heel veel energie hebben ingestoken om gisteren en vandaag mogelijk te maken, en wil ik een daverend applaus hebben, want dat hebben ze echt gedaan. Dames en heren, zoals Wilco zei, dit kan niet zonder dat een dorp dit ook mogelijk maakt. En dat is ook al mogelijk gebleven. En dat is hartstikke mooi wat er gisteren en vandaag is neergezet. Maar laten we de paalzitters niet langer laten zitten. Want dat hebben ze lang genoeg gedaan. Volgens mij gaan ze leuke dingen doen straks. Maar zoals u weet, zijn ze alle 10 blijven zitten. Nou, dat is een prachtige prestatie. Dat is wel knap. Ik doe het jullie niet na. En zoals jullie misschien ook wel hebben gemerkt, zijn er heel weinig mensen van die 10 de paal af geweest. En het zijn eigenlijk strafseconden van eigenlijk niks. Dus wij hebben geen eerste, tweede en derde plaats. Nee, we hebben een eerste plaats met 5 mededingers daarop. Ik noem de namen van 5 mensen die 24 uur lang ononderbroken op die paal hebben gezeten. Nou, dat is echt een pers. De meeste strafseconden. Op nummer 10 staat paal 1. Henry de Ruiter. Nou, Henry is ingevallen, zoals jullie gehoord hebben, dus het is ook logisch dat hij zoveel de strafseconde heeft. Maar van harte gefeliciteerd. Volgende keer weer, Henry. Nee, hoor ik. Applaus. Op nummer 9. Otto Meerkerk. Otto, van harte gefeliciteerd. 922 seconden ben je afgeweest. Nou, als je het heel snel zegt, dan gaat het nog eens over.
Van harte gefeliciteerd met je 90e plek. Een applaus. Op plek 8, Evelien Kamperman. Vandaag gefeliciteerd. Hoe smaakt het bier? Prima. Een applaus voor Evelien. Op de 7e plaats, Kim De Wit. Kim, 220 seconden. Kun je even gauw rekenen hoeveel minuten dat zijn geweest? Je bent er gewoon aan rust toe. Van harte gefeliciteerd! Nummer 6, Wilco de Vries. Wilco, van harte gefeliciteerd. Je bent ook met een speciale missie hieraan begonnen, heb ik begrepen. Echt heel bijzonder. En dat werd ook door zoveel mensen ondersteund. En wil je daar iets over zeggen? Ik lijk het goed in mijn deel. Ik wil iedereen bedanken die mij in die 24 uur erdoor hebben gesleept. Door middel van premies, praatje, alles. Jongens, iedereen geweldig bedankt. Waar is het Morris? Waar is het voor? En dan gaan we naar plaats 1. Nou, heel simpel. Rick Buik, Lars Koppelaar, Bert van Deursen, Ilse Vonk en Arjan Wemmers. Nou, derde plaats is even vrij, dan kom ik even bij jullie staan. Wat is jullie geheim? Zitten. Drinken. En niet zoveel drinken. Nou, dit dorp staat bekend om mensen die niet zoveel zitvlees hebben. Hoe kan dat dan toch dat jullie zo lang kunnen blijven zitten? Ja, ik denk dat het onze kerkelijke achtergrond is. Jullie zijn harde banken, man. Dat is het. En onze gasten van Hardingsveld ook? Ik heb geen idee. Gewoon niet drinken. Jongens en dames, van harte gefeliciteerd met jullie eerste prijs. Jullie hebben echt een prachtig werk verricht. En het is heel, heel, heel mooi. Jullie krijgen allemaal een exemplaar, maar voorlopig moeten jullie het met 1 exemplaar doen, dus ik hoop dat jullie met z'n 5 dit kunnen vasthouden. En dokter van de Outcom. Oké. Nou, dan geef ik je de eerste prijs als iemand. Van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Een daverend applaus voor onze winnaars. Dankjewel. Ja, ook namens de organisatie willen we jullie van harte feliciteren. Kanjes, geweldig gedaan.
Ook zijn deze prachtige bloemen die zijn gesponsord door de Gielanden hier in Molenaarschaaf. Ook een applausje voor de Gielanden.